welkom bij een nieuwe aflevering van Losser in Bedrijf vanuit Hotel Marktzicht in Lossen. Mijn gast van vandaag is geboren in Hengelo. Ze studeerde in Groningen en ze is nu apotheker in Lossen. Welkom, Lisette Darman. Dankjewel. Ik ben apotheker in Lossen bij BNU. Klopt. Kan je iets vertellen over BNU? Ja, BNU is een landelijke apotheekketen die op dit moment met de overname van Mediek in juni 2016 500 eigendomsapotheken heeft, ruim 500 eigendomsapotheken. En daarmee ook de grootste apotheekketen van Nederland. Okay. Dus het is een bedrijf wat met de overname van Mediek nu de missie heeft om de best gewaardeerde apotheekketen te worden. Dus ja, daar zijn we hard mee bezig. Okay, en je hebt eigenlijk twee functies, je bent apotheker en clustermanager. Klopt ook. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik ben in 2011 afgestudeerd in Groningen. Toen ben ik eigenlijk per toeval in contact geraakt met de apotheker destijds in Lossen. Daar kwam een plekje vrij als opleidingsapotheker, want zo begin je als je klaar bent. Ben ik gestart met een opleiding van 2 jaar. Mm-hmm. Word je begeleid door een senior apotheker. En na die 2 jaar heb ik mijn opleiding afgerond. En dan mag je, zoals ze dat zeggen, mag je apotheek beheren. Ja. En het toeval wilde dat er op dat moment ook een plek vrij kwam in Lossen. In destijds BNU apotheek De Esch. Daar ben ik in 2013 begonnen als beherend apotheker. En in 2014 is destijds Mediek nog begonnen met het clusteren van apotheken. En met andere woorden wilde zeggen dat de apotheken die hier in de regio zitten, destijds van Mediek, nu van BNU, meer zijn gaan samenwerken. Ja. Hoeveel apotheken zitten hier in de omgeving? Zijn er in totaal 5 van BNU. Okay. 5 eigendomsapotheken. Dat zijn er 2 in Lossen, mm-hmm, dus De Esch en Tijlers. We hebben een BNU-apotheek in Hengelo, BNU-apotheek De Noord is dat. We hebben een BNU-apotheek in Fronshoop, ja, en een BNU-apotheek in Nijverdam. Okay. En sinds die tijd zijn we dus intensiever gaan samenwerken met elkaar. We hebben elkaar vaker opgezocht. En met het start van het clusteren heeft Mediek er ook voor gekozen om daar clustermanagers voor aan te stellen. Ja, en als clustermanager ben je dan verantwoordelijk voor een aantal apotheken? Ja, op operationeel niveau zeg maar. Dus ja, verantwoordelijk voor 5 apotheken. Mm-hmm. Elke apotheek heeft zijn eigen apotheker, beherend, ja, apotheker. Die is farmaceutisch verantwoordelijk, dus verantwoordelijk voor de recepten die die dag binnenkomen. Die moeten ze gecontroleerd hebben, gezien hebben. En die moet zich ervan verwittigen dat zijn assistenten die dag het werk goed gedaan hebben. Ja, dus als een recept wordt opgehaald, dan is die altijd gezien door een apotheek. Ja, de inspectie zegt dat de recepten die die dag zijn verstrekt, dat die voor klokslag 12 uur 's avonds gezien moeten zijn door een apotheker. Oké. Okay. En de clustermanagerfunctie behelst dus dat die persoon operationeel daarnaast ook verantwoordelijk is. Dus hoe de apotheek eigenlijk functioneert op ja, managementniveau. Ja. En in Lossen 2 apotheken. Mm-hmm. Hoeveel mensen zijn er bij betrokken? Patiënten bedoelt u of werknemers? Ik bedoel werknemers. Wij hebben in totaal 3 apothekers. Waarvan 2 beherend. Dus 2 apothekers die de opleiding hebben afgerond. Ja. En 1 apotheker in opleiding. En we hebben in totaal 15 apotheeksassistenten. Die over het algemeen al lang werkzaam bij ons zijn. We hebben assistenten in dienst die de 25 jaar al verstreken of versleten hebben in Lossen, zou ik het zo maar zeggen. En we hebben daarnaast ook een ondersteunend medewerker. Die is overigens nu ook in opleiding tot apotheeksassistenten, dus die leren we het vak. Oh ja. En zij doet wat ondersteunende werkzaamheden, logistieke dingen in de apotheek. En daarnaast hebben we 2 bezorgers in dienst. Oké. Okay. Ja. We zijn op bezoek geweest. Een video-impressie hebben we gemaakt. Ja. Daar gaan we nou even naar kijken. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen. Ik he
Goed met je fijn weekend. Ja, graag. Graag gedaan. Doei. Als het goed is voor de uitleg van een nieuwe inhalatiemedicijn dat u gaat gebruiken. Dus dan geef ik extra uitleg bij hoe belangrijk is om goed te inhaleren. Dit is het middel wat u gaat gebruiken. Dat is Er zitten twee soorten medicijnen in. Nou, wat belangrijk is als u begint met inhaleren is dat u goed rechtop zit. En eigenlijk zeggen we dat u uw neus licht omhoog moet houden. Dat u een iets arrogante houding heeft voordat u inhaleert. Veel bedrijvigheid in de apotheek. Ben je als apotheker ondernemer? Zeker, ja. Zoals ik al uitlegde, heb je 6 jaar moeten studeren om apotheker te kunnen worden. Ja. Daarnaast nog eens 2 jaar vervolgopleiding in de apotheek. En dan ben je eigenlijk opgeleid als geneesmiddelexpert. En zeker de opleiding die ik destijds nog genoten heb, was echt gericht op de geneesmiddelen. Dus hoe werkt ze in het lichaam? Hoe worden ze opgenomen? Hoe gaan ze weer uit het lichaam? En daarmee kun je heel goed artsen voorlichten en patiënten voorlichten. Maar de apotheek is daarnaast eigenlijk ook een onderneming. Hè? Manage je van alles ben je in de apotheek. Maak je reclame? Doe je aan marketing, dat soort dingen? Dat is wel iets waar we als apothekers niet voor opgeleid zijn. Dus we zijn dat niet gewend. Nee. Maar je merkt gewoon dat dat steeds meer ook nodig is natuurlijk. Ja. We zijn bezig met de Facebookpagina en we proberen de media op te zoeken. Ja. Ook omdat het belangrijk is, steeds belangrijker is, om uit te dragen wat we doen in de apotheek. Ja, snap ik. Ja. Je bent nou eindverantwoordelijk voor die apotheek. Ja. Er zijn best wel eens wat klachten geweest in het verleden. Ja. Zijn er dingen die je gaat aanpassen of anders gaat doen? Ja, gaan we zeker doen. We hebben natuurlijk zelf een blog geschreven op Hallo Losse. Hebben mensen ook kunnen lezen. Ja. Wij gaan straks de apotheek verhuizen naar Overdinkel. Maar daarmee volgt ook dat we de teams gaan samenvoegen. We hebben nu 2 aparte apotheekteams. Okay. En we gaan straks de apotheek, straks dus eigenlijk per 6 februari, de apotheeksteams samenvoegen. En daarmee gaan we ook op een andere manier werken. Mm-hmm. Wat we veel hoorden vanuit de apotheek is dat mensen die bij ons in de apotheek kwamen, het niet begrepen waarom er 4 balies waren en 2 assistenten aan de balie stonden ja. en de rest achter aan het werk waren.
We hebben het altijd geprobeerd om dat wel uit te leggen, maar toch, hè, ik begrijp maar waarom is dat dan? Want ik zie het ook wel eens, dan denk ik van, goh, ze zijn er bezig, waarom is dat? Ja, snap ik. Er zijn altijd assistenten aan het werk aan de balie, die moeten de medicijnen meegeven. Ja. En daarnaast hebben we dagelijks, als ik de beide apotheken bij elkaar optel, ongeveer 800 recepten die binnenkomen van onze huisartsen, ziekenhuizen. Per dag? Per dag. Dat is heel veel. Dat is heel veel. Die moeten allemaal verwerkt worden in de computer. Daar is per dag, voor beide apotheken zijn daar twee assistenten mee bezig. Fulltime, echt de hele dag, anders dan krijg je de medicijnen gewoon niet besteld. Ja. Daarnaast is het ook nog zo dat het computersysteem dan af en toe nog hier en daar piept van dit kan niet samen of hier moet je de arts voor bellen, patiënt is allergisch, de dosering klopt niet of dat er iets onduidelijk is over het recept waarvoor we moeten bellen. Nou, dat is ook vaak iets wat back-office gebeurt, dus dat doet een assistent erachter. Uit het beeld van de bezoeker? Uit het beeld van de bezoeker. Maar onze apotheek is vrij open, dus mensen kunnen de assistenten wel zien die aan het werk zijn. En de medicijnen moeten uitgevuld worden, dus die moeten uit de kast gehaald worden, die moeten bestickerd worden. Ja. En dat klinkt niet als een heel ingewikkeld klusje, dat is het wellicht ook niet, maar het moet wel goed gebeuren. Ja, je wilt er geen fouten maken. Precies, wij moeten er niet aan denken als we een cholesteroltablet afleveren waar een verkeerd gebruik op staat. En dat is misschien nog niet eens een heel groot risicogeneesmiddelen, maar daar zijn er genoeg van te noemen die er wel zijn. Ik kan me voorstellen. Dus dat moet goed gebeuren. Ja. Daar helpt onze automatisering bij. Automatisering vervangt de mens gelukkig niet volledig. En dat moet gewoon goed gecontroleerd worden. En daar staat ook iemand voor back-office. Ja. En we zien dat, we hebben dat veel teruggehoord, dat mensen dat soms niet begrijpen of vervelend vinden. Wat ik ook goed kan begrijpen, want ik heb hetzelfde gevoel als ik in de supermarkt kom of bij het gemeentehuis. Denk ik ook, ik wil gauw geholpen worden. Iedereen wil snel. Hè? Ja, tuurlijk. Mensen willen vriendelijk geholpen worden, mensen willen snel geholpen worden en dat is heel begrijpelijk. Ja. Dus we zijn gaan zoeken naar hoe we dat op een goede manier kunnen gaan in voorzien. En wat dat betreft is het een voordeel dat we voor een grote keten als BNU werken. Die hebben daar namelijk al meer ervaring mee. En wij gaan per 6 februari dus met twee teams samenwerken. Ja. Maar dat betekent ook dat we, dat heet volgens een lean principe. Dat is een beetje een ingewikkelde bedrijfsterm. Mm. Maar voor onze klanten betekent dat eigenlijk dat we meer mensen... Maar lean en mean, daar komt er vandaan. Dat we meer mensen aan de balie zetten. Dus dat we onze back-office werkzaamheden, die moeten gebeuren, hè, dat straks ook. Maar dat we die meer aan de voorkant gaan zetten. Oké, en dan ook nog een verhuizing naar Overdinkel. Ja. Wanneer gaat dat gebeuren? Ook per 6 februari. 6 februari. Ja, dus, en dan sluit de S? Ja, klopt. Ja, helaas wel. Ja. Ja. En dan Overdinkel krijg je dan weer een apotheek. Ja, een volwaardige apotheek. Weer een apotheek erbij, want er is er geen één op dit moment. Nee, klopt. Nee. We hebben inderdaad op dit moment een uitdeelpunt. Hadden we in de drogist, Jasmijn. Die is vertrokken per 1 december. Dat bericht kwam ons in oktober ter oren, waardoor wij vrij snel een beslissing moesten nemen. Oké, wat gaan we doen per 1 december? Ja. We hebben ook goed contact met onze huisartsen in Overdinkel. We hebben daar ook vaker over gehad. Hoe kunnen we de dienstverlening, de zorg in Overdinkel nou optimaler maken? We zagen gewoon dat de ruimte die we huurden van de drogist, dat maar een kleine oppervlakte was. Ja. We hadden daar niet voldoende voorzieningen om goede zorg te leveren. Goede zorg zoals wij dat vinden, dus een spreekkamer. We konden daar maar 1 assistente naartoe sturen, waardoor mensen soms wat langer moesten wachten. En dat was voor ons ook een doorn in het oog. Mm-hmm. Maar we waren zoekende naar hoe kunnen we dat nou beter vormgeven. Ja. En met het bericht dat de drogist zou stoppen, hebben we contact gezocht met het hoofdkantoor. En heb ik met hen overlegd van ja goed, dit zijn de opties. En hebben we ervoor gekozen om de dienstverlening niet te stoppen in Overdinkel, maar zelfs uit te breiden. Dus, goed nieuws voor Overdinkel in principe. Zeker, ja. Maar wat minder voor de mensen die in de buurt van de S wonen, maar zo heel groot is het centrum van Lossen over niet. Nee, en we hebben wel gekeken ook naar hoe we de dienstverlening voor de mensen in Lossen kunnen continueren. Mensen hebben allemaal een brief gekregen, waarin ze kunnen kiezen waar ze de medicijnen op kunnen halen. In Lossen hebben we ook een 24 uur uitgifteautomaat, waar mensen gebruik van kunnen maken. Kunnen ze buiten openingstijden hun medicijnen afhalen. Oké. En mensen kunnen eventueel hebben kunnen aangeven of ze de medicijnen bezorgd willen hebben. En we hebben wel voor deze optie gekozen, omdat BNU Apotheek de Esch over het algemeen het merendeel haar patiënten uit Overdinkel heeft. Ja. Dus voor ons was het
als we dan een keuze moesten maken, logischer om dan de apotheek in Overwinkel te vestigen, omdat in Losser al een apotheek was. Maar ik besef me terdege dat voor de mensen die bij ons patiënt waren in apotheek De Esch, dat die wat teleurgesteld zijn. Maar ik wil daarin wel meegeven, ik denk dat dat nog wel belangrijk ook is, is dat de teams dus samen gaan, dus dat ook onze oude patiënten van apotheek De Esch ons vertrouwde team en de vertrouwde gezichten ook terug zullen zien in zowel apotheek Tijlers als in Overdingen. Het gaat één team worden? Het gaat één team worden, okay. Nou, veel ontwikkelingen, drukke baan, veel verantwoording. Ja. Heb je nog vrije tijd? Ja, heb ik. Ja, ja, en wat doe je in je vrije tijd? Ja, ik heb inderdaad vrije tijd. Als ik thuis ben, dan probeer ik zoveel mogelijk quality time met mijn gezin te vinden. Ik heb een zoontje van nu iets ouder dan een jaar. Ja. En een man thuis. En een tweede op komst. Dus, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Dat is vrij hectisch, moet ik zeggen, met een fulltime baan. Want ik werk 40 uur in de week. Ja. En mijn man werkt in de horeca. Dus dat is soms een beetje langs elkaar heen leven. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, je kunt je voorstellen dat dat af en toe wel even zoeken is naar... dat je ook elkaar nog eventjes vindt in de tijden naast het werk. En daarnaast vind ik het gewoon heel fijn om met vrienden en familie tijd door te brengen in de tijd dat ik thuis ben. Okay. Ja. Even terug naar de apotheek. Je hebt veel ontwikkelingen al meegemaakt. Je loopt al een tijd mee. Wat gaat er nog meer gebeuren als we een beetje naar de toekomst kijken? Ja, wat ik eigenlijk nu, als ik kijk hoe lang ik nu, in 2011 ben ik dus begonnen in de apotheek en wat nu de ontwikkelingen zijn en wat ik verwacht, is dat toen ik begon, merkte je echt dat de apotheek nog het imago had ook van het doosje schuiven. Hè? Ja. Een tussenstation tussen voorschrijver en patiënt. De patiënt kon bij ons hun geneesmiddelen ophalen en dat was wat de apotheek deed. En wat ik nu zie gebeuren is dat we ons veel meer gaan ontwikkelen richting zorgverlening. Dus dat we niet alleen het doosje verstrekken, want als je heel eerlijk bent, automatisering kan veel. En dat is niet iets wat per se een gediplomeerd apotheeksassistent hoeft te doen. Nee. We hebben zelf ook een automaat in de gevel staan waarbij het automatisch gaat. Dus daar ligt volgens mij de toekomst niet. De toekomst ligt voor ons echt in het onderscheiden op de beste zorg leveren. En dat doen we onder andere door ons zorgprogramma. Na onze patiënten noemen we dat medicijnmonitor, waarbij we eigenlijk dagelijks kijken of onze patiënten veilig medicijnen gebruiken. Okay. Ik kan een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld mensen die ontstekingsremmers gebruiken, zoals ibuprofen kennen we allemaal, is vrij te verkrijgen bij elke drogist, afhankelijk van de medicijnen die verder gebruikt worden en afhankelijk van de leeftijd. Dus het is heel belangrijk om daar een juiste maagbescherming bij te gebruiken. Dat weet lang niet elke patiënt. In de drogist wordt er ook niet lang niet altijd even goede voorlichting ingegeven. Ja. En ons systeem voorziet ons daarin, ons zorgprogramma voorziet erin dat we die patiënten eruit filteren. En dat we die patiënten selecteren in onze apotheek. En met de voorschrijver hebben we daar, met de huisarts in Losser zeker, hebben we daar goede afspraken over. Dat we die patiënten op een goede manier veilig medicijnen kunnen laten. Ja, heel belangrijk natuurlijk. Ja, ja. En daarnaast hebben we ook, steken we tegenwoordig ook veel tijd in zogenoemde medicijnbeoordelingen. Patiënten die meer dan 5 geneesmiddelen gebruiken, wat hoger op leeftijd zijn, die vaak last hebben van bijwerkingen, meerdere aandoeningen hebben, die nodigen we uit in de apotheek om op gesprek te komen om over de medicijnen te spreken. Gaat het allemaal goed? Heeft u nog bijwerkingen? Lukt het innemen van het tablet? Heeft u verder nog vragen? En we vinden dat heel leuk. Ik vind het zelf ook leuk, ik ben daar ook voor opgeleid. Dus de apotheeksassistenten vinden het zeker ook leuk. Want ook zij zijn niet opgeleid om die doosjes over de balie... Nee, dus wat je eigenlijk aangeeft is dat het persoonlijker gaat worden. Ja. Doordat je allerlei technologieën beschikbaar hebt, kun je meer tijd besteden aan een goede service naar naar je patiënt. Ja, precies. Werkzaamheden die niet per definitie door een apotheeksassistent gedaan hoeft te worden. Het plakken van etiketten proberen we al zoveel mogelijk te automatiseren. Dat gebeurt al door een extern bedrijf, komt de volgende dag al gepakt en geplakt binnen. Zodat wij meer tijd overhouden om echt zorg te verlenen. Ja. Oké. Nou, vind ik mooi om mee af te sluiten. Interessant verhaal, dankjewel. En daarmee zijn we weer aan het einde van deze aflevering van Los in Bedrijf. Graag tot volgende week.